Oh, als je nu liegt, dan mag je beker afsnijden. Ah, lekker. Wel of niet zoenen in de kroeg. Turn up. Oh yeah! Hoi, ik ben Romy en welkom bij Koning TV. Ik zit in de studio. Ik ga namelijk een vierdelige miniserie maken waarin ik Nederlandse DJ's ga interviewen. Deze DJ's gaan draaien op het We Are The Future Festival 14 juli in Apels Live. En het is super vet, want het is een festival voor jongeren onder de 18. En dit zijn mijn eerste gasten. You call me gasping forever. The landscape blurry when you're here. Ik ben Bouke, ik ben 21 jaar, woon in Amsterdam, maar kom uit Friesland. Ik ben Joep van der Steeg, ik ben ook 21 jaar, ik kom uit Hoofddorp en samen zijn we Navarra. En samen maken we nu 2 jaar lang muziek. Mijn guilty pleasure is What You Say van Jason Derulo. En die voor mij is eigenlijk alles wat André Hazes heeft uitgebracht. Nou, dit is natuurlijk de eerste aflevering, maar ik ga elk interview beginnen met 3 stellingen om jullie even wat beter te leren kennen. De eerste stelling is, nooit meer op een festival draaien of nooit meer zelf naar een festival. Poeh, nooit meer draaien. En jij? Ik zou nooit meer zelf naar een festival. Stelling nummer 2, nooit meer muziek maken of nooit meer verliefd zijn. Nou, muziek maken is al verliefdheid, dus ik zou kiezen voor nooit meer verliefd zijn. What? En jij? Ja, ik ook. En stelling nummer 3, wel of niet zoenen in de kroeg? Wel, sowieso. Ja, sowieso. Ja. Het liefste met de DJ. Elke aflevering staat natuurlijk in het teken van de eerste keer. En het thema van deze week is de eerste keer naar een festival. What? Dus daar gaan jullie vragen op staan. En het interview ga ik doen aan de hand van een spel. Spin the bottle! Er staat hier een flesje op tafel. We hebben rood, die vragen zijn heftig. Wit zijn de vragen over experience. En zwart is tips and tricks. Oeh. Ik vind dit een heftige vraag. It's time for heftig. Heb je al wel eens gezoend op een festival? Ja. Ja? Ja. Nee, ja, daar kan ik moeilijk omheen draaien, ja. Yes! Nog een keer heftig! Nee, kom maar. Oké, chill. Hoe gaat het er backstage aan toe tijdens een festival? Hoe gaat het er backstage aan toe? Ongelooflijk lijp. Nee, ja? Hangt heel erg af van het festival. We hebben festivals, nou, waar, daar kom je aan en dan doe je een drankje en dan ga je door. Er is niks aan de hand, je draait. En je hebt festivals waar het één groot feest achter is. En het, ja, het gaat er verschillend aan toe. Nog een keer. Ja. Tips en tricks. Hoe bereid je je als bezoeker van een festival het beste voor? Nou ja, kijk, ten eerste ga je natuurlijk naar de winkel, dan neem je een mooi outfitje mee. Een mooi outfitje. En dan, dan zoek je een paar leuke vrienden uit die met je mee willen. Ja. En dan, dan ga je de line-up bekijken. Je ziet, ik wil daarheen, ik wil daarheen. En ja, je gaat er gewoon heen en je gaat lol maken met elkaar. Cool. Zo. Experience. Boom. Heb je al een keer eerder op We Are The Future gedraaid? En zo ja, hoe was het? Ik heb zeker eerder op We Are The Future gedraaid. We hebben 2 keer eerder op We Are The Future gedraaid. Toevallig ik ook. Ja, toevallig. We komen elkaar wel eens tegen. In de wandelgangen. Ja, zo gezellig. En 2 keer eerder gedraaid. Beide edities. Festival en in de Heineken Musical. En dat was ongelooflijk tof. Gewoon de energie van, nou ja, van de jongeren en ook de DJ's. Het zorgt gewoon dat iedereen vrolijk en blij en geweldig. Nou, het is echt super. Lekker. Oh, daar gaan we dan. Ah, dit is een leuke. Je moet eerlijk zijn. Beloof je het? Ik beloof het. Pinky swear. Deze mag je echt niet breken, hè? Nee, dat is niet. Je pinky pink swear, breken. Zeg maar dat je je pink zou. En dan zeg je, pinky swear. Oh, als je nu liegt, dan mag je je pinker afsnijden. Ah, lekker. Hoe ga je om met fans? En is er wel eens iets gebeurd tussen jou en een fan? Jezus. Ja, goed. Nee, gewoon. Ja, nee, ja. Ik, als ze mij, zeg maar, waarderen, ja, dan waardeer ik hun ook natuurlijk. Ja, maar niet dat je ooit een Insta DM hebt gehad van een spannende chickie. En dat je dacht van, yo... Misschien wel gedacht. Ja, nee, ja. Ja, anders ligt mijn pinker af. Dus. Ja, oké. Okay. Dus wil je daten? Sluit in het DM. Dit was het. Wat vonden jullie ervan? We hebben het overleefd. We hebben het overleefd, Joep. Ja? Ik heb nog 1 vraagje voor jullie om het af te sluiten. Wil ik namelijk heel graag dat jullie een liedje voor me draaien. Woehoe! Willen jullie dat? Kom op, na voor deze keer kunnen we. Ja, kan erbij. Yes! Is het een nummer uit de set die jullie gaan draaien op We Are The Future? Ja, ja? Sowieso. Zeker weten. Oké, pomp hem erin. Wil jij nou ook naar We Are The Future? Check dan het linkje in de beschrijving van de video. En laat in de reactie weten wat jij vond van deze speciale aflevering. Dan zie ik je over 2 weken terug met een nieuwe DJ op Koning TV. Doei!